En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil ik, is me toch een spul. Goedemorgen meneer, hier in Wiegen op de markt. Ja. Toch een beetje, het coronavirus komt steeds dichterbij. Vindt u de maatregelen, als die er zijn, overdreven? Of zegt u van, nou, het is toch wel een serieus probleem? Nou, ik vind de maatregelen zijn goed, hè, om het te beperken. In die zin, denk ik, qua gezondheidsrisico's, dat vraag ik me af in hoeverre... Het is natuurlijk wel ernstig, maar dat 2% is... wat overlijdt. Ja, ik ben een beetje nieuwsgierig van, in die zin lijkt het ook wel een hele ernstige griep. Ik maak me meer zorgen over de economische risico's. Dus als je kijkt wat er allemaal gebeurt, hè, de hele economie ligt stil in Italië, in China. En als dat kan vergaande gevolgen hebben. Dus ik hoop eigenlijk dat we in Nederland, we hebben nog geen besmetting, dat het zo blijft. En dat de rest van Europa en in China en in heel de wereld dat ze snel onder controle krijgen. Gisteravond was er een kaartje op tv. Hè? En dan zag u ook dat Nederland als enigste in Europa... nou ja, als enigste, maar in ieder geval in deze regio... nog vrij was van het virus. Ja, klopt. Maar ik kan bijna niet dat wij niet worden getroffen. Het lijkt me, ja. Maar ja, je kunt natuurlijk hopen van, dat het uitblijft. Maar ja, het is bijna niet reëel om te bedenken dat wij als enige landje tussen alle landen in niet worden getroffen. Ja. Dus, maar u laat bijvoorbeeld wel de kinderen een keer extra handje wassen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, kinderen al netjes de vitamintjes, fruit eten. We hebben weer genoeg fruit. Ja. En meer kun je niet doen. Dus gezond om goed de handjes wassen, dat heb ik nog gezegd, hè, tegen jou, schat. Ja, en, heel belangrijk. Dat kunnen we niet doen. Nee. Ik vind het niet echt een grote bedreiging. Nee, ik denk ook dat er heel veel in de media komt dat mensen heel paniekerig worden en denk blijf rustig. Wij zijn nog vrij jong en gezond. En bij gewone griep overlijden ook mensen die ziek zijn of ouder. Dus ja, nee, ik laat me niet meevoeren door de media. Gisteravond was er een kaartje op de tv en dan blijkt toch dat Nederland een van de weinige landen is waar het nog niet is. Hè. De kans dat het komt is natuurlijk wel aanwezig. Doet u er iets extra's voor om te zeggen, extra handen wassen enzovoort? Nee. Nee, nee. Nee. Gewoon je leven leiden. Was mijn handen altijd wel goed. Ja, nee. We leiden gewoon ons leven. En op het moment dat iemand ziek wordt, oké, dan gaan we aan de gang. Maar niet van tevoren. En richting het voorjaar en zomer wordt de griep toch vaak wat minder. Dus het komt wel in Nederland, daar ben ik zeker van. Maar nee, geen paniek. Ik denk dat het echt een serieus probleem is. Ik denk dat de Europese Unie wel moet gaan kijken voor een gezamenlijke aanpak. Want het, net wat je zegt, het komt toch wel heel dichtbij nou. Ja. Vorige week was er een kaartje op tv en dan zie je ook dat Nederland een van de enigste landen is waar het nog niet is. Hè? Dat klopt. Ja. Nou, vandaag hoorden we weer Noorwegen, dus het komt. Ja. Roemenië. Doet u iets extra's ervoor? Nee, eigenlijk niet. Ik wacht nog wel even met de vakantieboeken, maar verder geen maatregelen of zo. Ja. Maar als u zegt, we zouden naar Italië gaan, zou u dan gaan? Op dit moment niet. Zeer zeker niet. Nee. Ja, zou ik het afmelden. Ja. Als het toch in Nederland komt, hè, gaat u dan iets extra's doen, zoals extra boodschappen op mondkapjes? Nee. Gewoon misschien extra hygiëne, maar niet overdreven, iets extra's. Lekker doorleven. Ja, het is natuurlijk wel een serieus probleem, maar ik vind het wel allemaal een beetje over de top, inderdaad. Ja, het komt wel dichterbij, hè? Ja, want van de week was een kaartje op tv en dan zag je ook, hè, dat Nederland een van de enigste landen in Europa was waar het nog niet eens. Nee, dat klopt, ja. Dat moeten we natuurlijk proberen zo te houden, maar ja, een virus is een virus. Nee, daar hou je niet tegen. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Doet u daar iets extra's voor? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Geen handen wassen extra? Ja, nee. Doe je normaal? Nee, gewoon wat ik altijd doe. Nee, ik sta daar niet bij stil. Nee, ik denk ook niet dat je dat moet doen.
gewoon lekker normaal doorleven. Juist, doe de gek genoeg. Maar op het moment dat het in Nederland is, zegt u dan, ik doe nog iets extra's of ook maar gewoon doorleven? Nee, ik ga gewoon door met wat ik doe. Nee, ik laat me eigenlijk niet gek maken. Als het komt, dan komt het. Ja. Ja. En als je ziek wordt, dan word je ziek. Ja, zo is het wel. Ja. En dan hoop ik dat er een goed middel is. Ja. Laten we daarvan uitgaan. Ja. Nou, ik vind het wel een serieus probleem. We moeten toch wel een beetje op bepaalde dingen gaan letten allemaal. Ja. Dat gaat u ook doen? Ja, dat doe ik echt wel, ja. Met toch in grote gelegenheden uitkijken, extra handen wassen, bepaalde hygiëne volgen en zo. Zoveel mogelijk als het kan. Je kunt het niet altijd voorkomen natuurlijk, hè. Maar al extra dingen zoals boodschappen inslaan of mondkapjes? Nee, dat doe ik niet. Nee. Dat vind ik nou weer net, denk ik, op het moment nog te ver gaan. Ja. Maar als het hier in Nederland zou zijn, zou ik dan mondkapje op doen? Als het hier in Nederland ernstig was, net als in dingen daar, ja, China, ja, dan zou ik het denk ik wel doen, ja. Het is een wereldwijde virus daarom, dus maar hoor, zie, we hebben grenzen, dus een goede bewaking. Ik vrees van niets, hoor. Dus, grenzen houden een virus niet tegen. Nee, dat is wel een grapje, hoor. Dus, kijk, hoor, zie, een ernstige griepgolf kan net zo invloed hebben op de gezondheid en op oudere mensen en noem maar op als een coronavirus. Dus wat dat betreft, daarom. Dus ik ben er niet zo. Nee, hoor, zie, als het komt, dan komt het toch. Ja. Doet u nog wel iets extra's aan hygiëne of zo? Nou, niet iets extra's. Nee, in dit geval niet. Mocht dat inderdaad nodig zijn, dan kunnen we eens verder bekijken. Maar op het moment niet, nee. Dus, gewoon lekker doorleven. Ja, gewoon doorleven. Waarom? Ja. Kijk, er zijn veel ernstige dingen op de wereld. Kijk maar eens in Syrië, kijk maar eens in de hele Azië, noem maar op. Dus wat dat betreft, nee, dat zijn de ernstige dingen als virus, hoor. Dus jammer dat er is, maar goed. Het zal ook vooral de economie treffen en noem maar op. Maar niet zozeer inderdaad de gezondheid, dat we daar echt zorgen moeten maken. En vooral niet hier in wij in West-Europa niet. Dus ik denk dat ik de kunde en kennis die we hebben het best kunnen bestrijden. Nou, daar gaan we vanuit, hè? Ja, uiteraard. Dank je wel. Oké, succes ermee. Succes, hè? Dag. Ja.